Oh, dit is wel waar ik was, volgens mij. Kamp is onder water. Onze hond is er niet. We hadden een hond voor degene die de eerste streams niet hebben gezien. Ja, jullie zien vrij weinig. Ik zou even de zaklamp erbij pakken. Zien jullie nog steeds vrij weinig, maar wel wat meer. Dus top. Oké, we moeten clues zoeken. We hebben geen hond meer. Hey, het was een goede hond. Dat was ons redmiddel. Zijn gedrag moest je in de gaten houden. En dan wist je of er gevaar in de buurt was of niet. Het was een goede hond. We zien genoeg. Ah, top. Nou, hier is dus iets. Ik zie zelf alleen maar een hoopje bladeren, maar we gaan eens even loeren. Oh, zo'n ding. Weer zo'n gek hout ding. Wat dat verder nog moet betekenen, ik heb geen idee. Even zien. Bolle Minecraft Glitch 2.0. Haha. Verander we even je Twitch-naam naar iets anders dan. Ik was alleen bij de eerste stream, ik was letterlijk de enige. Dat klopt. Oh, Mike van Discord dus. Ik dacht gewoon random Mike. Nu kom ik er pas achter. Had je dat de vorige keer gezegd? Mooi kamp. Oh, dit kamp is vervloekt, man. Ik zweer het je. Ik zat de vorige stream soms zo lang te zoeken naar clues. En iedere keer kwam ik bij dit kamp uit. Dan dacht ik een 5 kilometer verder te zijn gelopen. En dan kwam ik opeens weer hier. Dat is niet leuk. Hoe moet ik mijn naam aanpassen? Dat kan bij... Het kan in ieder geval, dat weet ik wel, want ik heb het ook gedaan. Maar, het... Oh, deze dingen liggen nu hier. We're fucked. Of hangen hier. De hond is er niet, die zou hier echt razend gek op gaan worden. Die zou nog gaan blaffen en shit. Maar dit is een signaal dat... dat je basically onder de vloek van de Blair Witch zit. Wanneer dit wordt achtergelaten bij je kamp... Dan ben je fucked. En we zijn al een tijdje fucked. Maar dat we dit nu hier zien hangen. Ja, ja. En nou kunnen we het niet afbreken. Het zijn geen clues nu. Herinner me jou nooit de leiding te geven wanneer we uit een dorp moeten. Je oriëntatie is gewoon ruk. Nou, yo Giovano. Welkom bij de stream, maat. Wat ligt hier iets? Nee, ik ga even... Mijn laatste tapeje bekijken. Oh, dat is de clue. Die moeten we niet hebben. Dit was de shadow. Was dit nog een hint of niet? Om even te kijken. Oh, deze. Dit is een hint. Heb ik deze al wel gezien? Maar dat is onze hond. Oh, hij heeft ons gefilmd. Dat zijn wij. Kijk, dat was de hond. Oeh, trippende beelden op het laatst. Maar, er zit hier een clue in. Dat is de volgende. En weer terug bij je startpunt is je oriëntatievermogen gewoon ruk. Fair enough. Ik denk niet dat daar hints in zitten dit keer. Ik twijfel nog of ik... Of ik de stream nog ga uploaden, dus of niet de hele streams, maar gewoon de let's play van deze game op mijn kanaal. Ik zit er wel aan te denken, want why not? Ik denk alleen niet dat een horror game bepaald bekijks gaat trekken, maar goed. Horror. Ik heb geen zware jumpscares gehad. Het is gewoon wel... De dingen, een paar dingen die we zijn tegengekomen. Hè? Iemand die met zijn kop in een zaag lag en dat soort dingetjes. Het zijn ook niet de meest frisse beelden. Maar goed. Hier zit niks. Loopt hier ook nu gewoon dood. De vorige keren konden we hierheen nog. Dit is nu... Oh, wacht. Is dit een ander pad? Nee, hier kunnen we hier niet heen. Hier kunnen we nu niet heen. Nou ben ik benieuwd wat we eigenlijk... Meer... misschien wel anders voor kijkers. Ja, het zou kunnen, ja. Ik wil wel sowieso wat meer diversiteit gaan brengen. Gewoon shit naast FIFA uploaden, zeg maar. FIFA zal altijd het hoofddingetje blijven. Daar ontkom ik niet aan.
Maar ik wil er wat meer naast gaan doen. En we hebben niet veel opties waar we naartoe kunnen. Dus ik mis iets hier. En hier ligt een briefie. Hier komt mijn fucking mooie Engels. Nee, e-voetbal. Flikker op met je e-voetbal. Steady progress. The patient seems to be open up more once time has passed from the event. The drawing facility's memory... Oh, ik wil te snel gaan ook. Ik wil gewoon te snel gaan. Ik moet nu al gaan, want ik moet nog wat dingen ben al wat dingen vergeten voor school. Dus fijne avond allemaal. Yo, fijne avond, Mike. Succes met je schoolwerk. Goed, de drawing facilitates. Vandaar dat het fout gaat. Memory recollection. I was able to put together a rough timeline of events. The children leave the patient's house and enter the woods. He finds a wounded animal in a snare. He is drawn to disturbance. An animal? Vraagteken. There is a man wild beast. Something happens. This is the repressed memory. The patient leaves the woods and is found by a truck driver. We'll slowly build up towards the repressed memories, continuing using behavioral methods. Stone Cold, en ja, ja, lekker. Ik heb zo'n heerlijk Nederlands accentje in mijn keeltje, heerlijk. Consult with Dr. Smith about aggression as symptom of anxiety neurosis. En dat was de brief. Nou, prachtig. Niet heel veel om echt wijs uit te worden. Nou, wat... Oh, ei, we hebben een nieuwe tape. Ja, dan weet je wat het ook is. Als ik Engels moet voorlezen, zoals net met dat briefje, is altijd een ramp. Maar ik had ook toen laatst tijdens de Ajax-carrière met pers een Engelse vraag. Toen ging ik Engels ludden. Ik zeg niet dat dat perfect klinkt. Verre van. Maar wel veel beter als dit van net. Maar goed... We moeten een tapie kijken. Want hier gaat dus de volgende hint in zitten waarschijnlijk. Daar hebben we... The Freak met Peter, denk ik. Ik denk dat Peter nog is. Dat is Carver inderdaad. Die het kind vast heeft. Oh, hij gaat hem in een hoek zetten. Dit is dat klotenhuis van de film, denk ik. Ja, ik heb de films gezien, dus... Gaat hij hem in een hoek zetten of wat gaat hij doen? Daar stopt het. Oké. Oh, shit! En we hebben het huis gauw gewonnen. Oh. We hebben het huis gevonden. Het staat in één keer recht voor ons neus. Dan denk ik dat we echt dicht bij het einde worden. Korte stream. Althans, als dit het letterlijke einde is. Maar dit is wel het klotenhuis. Mike Groene kan niet slecht als die ene trainer. Oh! Die in Zimbabwe of zo kampioen was geworden. Huh. Irritant vliegje voor mijn huis. Maar oké. Hier is het huis. Dat vervloekte shithuis. Ga weg, vlieg. Het is een heel klein kutvliegje hier. Ah... Dit is het huis van de Blair Witch. Tenminste, het is niet precies het huis van de films, maar ik denk dat dit het wel moet voorstellen. Die in de film leek toch wat groter. Laten we maar gewoon... Oh, we mogen ook meteen naar binnen. En hij is dus naar de kelder gegaan. Oh, crap. Mijn lamp is... Dat volk. No going back, Ellis. There never was. Deur is al achter ons dicht waarschijnlijk. Let's get this over. Als ik dat zo hoor. Nou. Oh, nou moeten we de camera weer gebruiken om het spoor te volgen. Zoals toen een keer buiten. Ja, de deur is op slot. Even kijken, we kunnen die deur open, maar hier leidt niks heen. Maar deze ook niet. Hier zit een spoor. Dan zou je denken, die deur. En toch vraag ik me af wat er bij de rest zit. Die is dicht. En die is ook dicht. Ja, zie je? Dan is het deze deur. Die is open.
Ik ben altijd nieuwsgierig ook naar de andere doorgangen, maar... Oké, de lijn loopt dus gewoon door over deze muur. Omweerbaten. Het gaat nog steeds via hier. Nou, we moeten volgens de tape... Pardon? We moeten volgens de tape, moeten we naar de basement. Maar... Ja... Ik zweer het je, ik hoor de stappen boven. Maar goed... We gaan eens even kijken, hier zit niks. Misschien moet ik hier dan ook gewoon niet naar binnen gaan. Oh, kloetje. Briefie. Last session with patient. He is leaving Burkittsville. In his own words, he feels he is able to move on. I am glad about this. Less glad about the how. He will be enlisting in the military service, as his father, a colonel, convinced him to join. Worried about what effect this environment will have on a sensitive psyche, denk ik. Als ik dat goed uitspreek. The stress and trauma of active duty might completely displace his childhood and trauma with the woods. The same trauma that he already seems to have forgotten. However, I am afraid the woods will never leave him. No matter what occurs, it will remain beneath. The formative experience that made him who he is today. Colonel Ayo. Zoals je al zei, steenkolen Engels is onderdeel van deze oer-Hollandse stream. Hallo, laat dit nou maar weer weg. Mag ik mijn camera terug? Dankjewel. We hebben weer licht in het duister. We gooien even het volume van onze eigen headset omhoog. Mocht ik een hard geluid krijgen, schrik ik alleen maar mee. Ik hoor gegrom. Staat voor jullie het gamegeluid hard genoeg? Trouwens, jawel, dat staat wel hard genoeg. Ik zie het aan de volumebars. Als jullie Dion weer niet horen. Nou, even kijken. We hadden hier dus gekras op dit ding. Zit er ergens nog een spoor op de muur wat we kunnen volgen? Tot dusver niet. Dat moeten we natuurlijk ook in de gaten houden. En anders gaan we terug de gang in. Ik hoor geen gegrom. Ja, nee, dat was één grommetje. Het is ook alweer weg. Hoorde je wel de... En toen ik net het huis inkwam of ergens in de gang liep de stappen boven, hoorde je die bijvoorbeeld wel? Ik kan het denk ik moeilijk harder zetten, want dan kom ik denk ik niet meer boven de omweer uit. Maar goed. Ja, dat wel. Kijk. Yo, meiter. Stappen hoorde je wel. Oké. Ja, dat grommetje was ook maar één korte grom. Dit is de deur naar de basement. 100% denk ik. Zullen we anders eerst even boven loeren? Dit zijn inderdaad handen op de muren en shit, net zoals op in de film. Dat is wel sick gedaan. Dacht dat mijn ma naar boven kwam. Dit is die klote deur, hoogstwaarschijnlijk. Maar ik ben zo nieuwsgierig of we... of we boven wat kunnen vinden. Ah, joh. Is zien. Ik bedoel, als we dan toch stappen hierboven horen, kunnen we net zo goed even kijken. Althans, ik hoorde echt stappen van boven. Dat daar loopt dood. We gaan onze angst onder ogen zien. Lekker weer buiten. Hele game is het droog. Komen we bij het pauperhuis, gaat het regenen en onweren. Ook dat is een beetje zoals met de film. Opeens begon... Ja, fuck. Hallo? Oh, er zijn hier wel sporen. Bro. Zat hier ook iets? Ik zat even niet op mijn cameraatje te letten. Nou, hier zie ik niks. Maar dat loopt hier doorheen. Oh, wacht. Hij is ook hier geweest. We gaan even... Ah. We hebben...
Waarschijnlijk, als ik in één keer naar die kelderdeur waar open heb, moest ik waarschijnlijk een sleutel halen die hier nu ligt. Ik heb een goede keuze gemaakt. We hebben een sleutel. Neem maar mee. Ik ben me een voorspeller, jongen. Oh, ik zie de toekomst. Oh, wat ben ik goed. Waar is de trap nou? Ah, hier. Wat ben ik goed. Hoe gaat het met jou? Gaan we lekker, meiter? Met jou dan? Het gaat nog lekker. Ik weet niet of het lekker blijft gaan als we de kelder ingaan. Maar meer hebben we hier verder niet te zoeken. Naar mijn ervaringen. Hier zijn we al geweest. Ja, laten we maar doen. Laten we het maar doen. Zie je? De sleutel. I knew it. I knew it. Gaat cliché de deur achter ons dichtvallen? Ja of nee? Nee, nou, dat valt nog mee. Ik heb voor mijn beurt gesproken. Het valt niet mee. Morgen studiedag. Ah, enjoy, man. Enjoy. Lekker genieten van je vrije dagje. Kan je Barry kijken. How did I end up back here? Back here? Zijn we hier al geweest of zo? Pardon? Wacht, is dit... Moet ik dan... Is dit die fucking voordeur weer? Dit is datzelfde hok, nu zie ik het. Hier is het spoor naar links, door deze deur. En dan is deze dicht. En deze kan zeker weer open, ja hoor. Gaan we al. Hallo? Mijn controller kraakt. Horen jullie dat normaal of moet ik dan mijn controller ook dicht bij de mic houden? Willen jullie dat horen? Ah nee, dat horen jullie wel, denk ik. Volgens mij wordt het ook normaal doorgestuurd. Dat is fijn. Ik dacht altijd dat ik mijn controller bij de mic moest houden. Maar is dus helemaal niet nodig. Dat getik, dat gekke getik. Godverdomme. That one was different. The light just made it angry. What the fuck? Okay. Oh, hallo. Blijkbaar gaat hij met ons spelen dit keer. Het is niet meer zo veilig rondlopen als de eerste ronde. Nee, hou maar open trouwens. Ik wil elke route die ik kan afleggen gaan we vrij houden. Houd de deuren open. Oh. Huh. Het spoor loopt nog... Ik dacht even dat ik de deur hoorde dichtvallen. Ik zet geen stap voordat de lamp weer aangaat. Ik zeg het je. Dankjewel. En die gek. Hallo? Waar maak je niet door? Ah, toch wel. Hallo? Oké. Ik ben zo bang voor dit soort gaten nu in de muren. Waarom begin je ook zo te hijgen, makker? Doe dat niet. Boven is in ieder geval geen optie meer. Dat is niet toegestaan. Hoe lopen de sporen? Zien we nog iets hier? Ja. Deze kamer. Denk ik. Ja. Ah! We hebben een nieuwe clue. Is dat een nieuwe tape? Ga je ons echt nieuwe tapes laten? Oh nee, dit is een batterij. Daar even dat we een nieuwe tape hadden gekregen. Hallo?
Oké. Nou, deze sporen, daar hebben we de camera niet voor nodig. Oh, pardon jongens. Ik ram even op mijn microfoon. Nou, deze sporen, daar hebben we de camera niet voor nodig. Kijk eens, ja, helemaal gemarkeerd. Met het teken van de Blair Witch. Prachtig. Wil ik deze deur in? Absoluut niet. We gaan verder kijken. Die is dicht. Huh? Nog een trap? Of is dit dezelfde? Wacht even. Ah, is dezelfde. Pardon. Hebben we hier nog dingetjes dan? Oh. Hier zit in één keer een gat. Maar ik denk wel dat we hier... Ik wil daar niet naar binnen. Ik ga even dat gat checken. Ik wil niet daar naar binnen. Hallo? Oh. Ja, dat schiet ook niet op. Dat schiet ook niet op. Nou, zullen we het maar doen dan? Ik zag daar iets bewegen. Rick, er ligt iets in het gat. Deze? Of het andere gat? Oh, verrek. Ah, kuttape. Je hebt gelijk. Een tape. Zwevende stoelen. En daar is de deur. We moeten er doorheen. Gaf hij dit spoor net ook al aan op de camera? Nee, toch? Nee, joh. Absoluut niet. Oh, de deur is in één keer open. Hij blijft ook open. Dat is fijn. Blijf open. Peter. We hebben in ieder geval... Dat kind zit hier dus ook, maar... Ja, daar was ik al bang voor. Ah. Dicht. Oh, hier is het nog best netjes. Dit is gewoon onderhouden, joh. Nice. In ieder geval comfortabel, maar hoe komen we... Oh, hier is de deur. Verder kijken als je... Als je neus lang is. Ga nou niet lopen hijgen, jongen. Maakt het nou niet bepaald relaxter, dit. Maakt het absoluut niet relaxter. Nou, ik zit echt elk hoekje uit te pluizen. Want je weet nooit of er iets ligt of niet. Maar ik... Nou, hier is verder... Niet veel te beleven, toch? Deze deur, maybe? Kan ik niks mee. Misschien... Nee. Nee, hier zit verder niet veel. Alright. Cool. Het huis komt tenminste weer in oké staat. Hoe verder we gaan, hoe opgeknapter dit huis wordt, joh. Ah, chill. Dit maakt verbouwen toch een eitje.
Jongens, deur of links? Deur. Ah, alleen een stoel. Nou, viel best mee. Kan je geen lamp aanlaten? It gives you power. It gives you a chance to hold life in your palm. Chance. Het zal wel, voordat iemand daarover gaat beginnen. You touch the twigs and you run your fingers through their bones. You press them down, you break their spines. She watches you. Once you pick them up, she won't let you put them down. And her whispers become sweeter every time you clench your fist. Huh. Links, een meid is uit deur. We hebben de deur gedaan, we hebben een briefje gevonden. Nou, leuk tekstje hier. We hebben... Als dit om takjes gaat die zij heeft achtergelaten, die hebben we zeker wel aangeraakt. We hebben de meerdere zelfs gebroken, want er zaten foto's aan. Maar goed. Die eerdere streams, ik ga ze denk ik toch gewoon online gooien. Ik ga denk ik allemaal knippen in episodes van een half uur of zo. En dan komt er even een horror game let's playtje op YouTube. Waarom ook niet? Gewoon daarnaast voor de funs. Hartstikke leuk. Volgens mij was ik ongeveer exact hier of zo. Ik was niet veel verder de vorige keer. Even zien. Zo. Vrolijk geluid wel. Een paar vraagjes over FIFA vind ik niet erg. Maar we moeten nu niet, bijvoorbeeld wat sommigen wel eens een handje van krijgen. Dat ze hier tijdens mijn streams, terwijl ik andere dingen doe, transfer tips gaan achterlaten. En alleen maar over FIFA praten. Daar zit ik niet zo heel erg op te wachten. Maar vraag hier en daar. Hoe ik zo makkelijk score? Skills. Godsam. Oké, even zien. Hier ben ik nog niet geweest, geloof ik. Nee, 100% niet. Want we zijn zojuist geteleport. En dat is de vorige keer nog niet gebeurd. Hallo? Ik ga geen stap zetten totdat de lichten aangaan. Ik wil best draaien. Oh, ik moest gewoon draaien. Oké, cool. Nou, we hebben tenminste daglicht. What is done, no point dwelling in the past. Nou, degene die de eerdere streams gemist hebben, die sheriff die je hoort praten, die is eigenlijk dood. Die hebben we gevonden, we hebben zijn lijk gevonden, alles erop en eraan. Die is vermoord. Maar hij praat met ons. Dus dat is wel... Ja, toch wel een creepy ding. Echt ontzettend veel licht en je kan niet eens naar buiten kijken. Wat is dit, jongen? We zijn in de hemel. We hebben het witte licht gezien. Dat lijkt is fake. Nee, de stemmen die je hoort zijn fake. Dat lijkt was real. Nou, ik vind het wel een interessante wending dat we hier in één keer met daglicht lopen. Want het huis is in de films nooit echt met licht in beeld geweest. En nou lopen we... Ik heb voor mijn beurt gepraat. Aha. Oké. Juist. Nice. Nu zijn we helemaal boven. Nu zijn we op zolder. Ik heb eruit dadelijk schrikje nog. Wie weet. What up, below? Come to me, I'm waiting. Ja, als de dame dat tegen mij zou vertellen. Kerel, ik trek een sprintje. Maar ja, of je dan met date... Nee, we laten de deur open. Dat is waar ook. We willen alle doorgangen open houden. Waarom deed ik hem nou godsamme dicht? No happy ending. Oh shit, dat staat hier gewoon op, joh.
Ja, we kunnen hier in ieder geval ook niet doorheen. Daar gaat mijn goede hoop. Nou hoop ik niet dat ik zulke teksten tegenkom. You are for her. Mag die deur weer open? Dankjewel. Even loeren. Komt er weer een Beneliga carrière mode? Wie weet ooit. Wie weet ooit. Eerst maar afmaken wat we hebben lopen. Hè? We moeten niet te veel zooi gaan starten. Ik bedoel, ik kom ook nog nu, tot nu toe amper toe aan de player carrière. Dus. Verder wil ik het niet alleen maar over FIFA gaan hebben. Mensen moeten er eens genoegen mee nemen dat ik ook andere dingen speel en leuk vind. Eeuw! Nou, daar ligt daar een clue, maar we hebben ook iets ontvangen op de telly. Dus, geef me die telly. Van Jess. It's just too much. I can't take it anymore. I won't let you drag me down with you. Pardon? Wat aardig. Look up. Harry, dat is een oudje. Maar dit was nu. Kunnen we Jess bellen? Dat was niks. Jess konden we niet bellen. Ze heeft alleen ons ge-sms'd. Oké. Okay. Clue. Het is gewoon een portemonnee, joh. Kan ik hier iets mee? Kan hem niet draaien? Kan hem niks? Nee. Nee. Stom maar weer weg dan. Wat is dat? Waar moet ik mee? Ik kon hem niet inspecten. Ik kon er helemaal niks mee. Voor jou, Jamal of Rico? Ik heb de hele fight niet gezien, joh. Maar ik weet dat Rico gewonnen heeft. Laat de man even uitzuchten. We gaan weer verder. Ik snap gewoon niet hoe we niks buiten kunnen zien. Niet eens een boom. We staan midden in het bos. Waarom is die deur nou weer dicht? God. Geluid is gewoon niet leuk in het spel. Oké, ik ga lot deels ook in jullie handen leggen. We hebben twee deuren. Links of rechts? Welke gaan we als eerst openen? Links of rechts? We hebben geen, ik zie hier geen spoor op. Ik zie hier ook geen spoor op. Links, zeg Blade en Björn. Gaan we links doen? Gaan we links doen, jullie zijn het snelst. Abigail. So, how many years has it been? 4. De sheriff had Carver? Of wat, waarom hoorden we dat? Want Carver is een creep. De sheriff is onze collega. Zou Carver die patiënt zijn van de briefjes waar ze de hele tijd opzetten over hebben? Van man uit de bossen, maar de bossen gaan niet uit hem, bla bla bla. Jullie hebben Carver niet gezien. Maar, Ik heet geen Björn. Waarom staat dat er dan? Ik denk dat Carver de man is van de briefjes. Want dat de patiënt is. Yo Mike, welkom terug.
Bjorn. Oh, in plaats van Björn wil je per se Bjorn. Ah, je hebt weer die takjes. Ja, we zijn toch al behekst. En als je ze aanraakt, dan maak je dus contact met de witch. Maar dat hebben we al gedaan. Dus hey, hoppakee, hats. Nog meer contact. Zo. En hij staat in het hoekie. Ah. Deur is op slot. Jammer, man. Als ik hier in real life zou staan, hè, ik zou hier aan willen trekken of zo. Oh. We gaan door. Alleen Wans mag Björn zeggen. Ah. Oh, dat hebben wij ook een keer moeten zeggen. Dat is de light. Tap hem, waarom doe ik... Turn on the lights. The headlights. Turn them on. No way! Hebben we met onszelf gepraat eerder? Dat zijn wij! Jullie hebben dat helemaal niet gezien, maar... Ik was bij die auto, ik heb die auto gevonden. Dus er hing een briefje aan die klote deur. De lights. Ja, Mike, jij was daar wel bij, toch? Volgens mij was jij daar wel bij. Heb je ooit Fortnite gespeeld? Ja. Heb ik ooit wel gespeeld. Opgestart een potje en toen gooide ik het ook weer gauw van de PlayStation. Maar ik heb het wel gespeeld. Oké. Was jij hier niet bij? Ik had iemand in de chat. Ik dacht dat jij daar was. Nou, maakt ook niet uit dan. Maar oké, dat zijn wij dus. We hebben met onszelf gebabbeld.